En dan is het liefde op het eerste gezicht. Ja, het is een hartstikke lief hondje. Karin Gruntjes is dolgelukkig als ze hond Eva adopteert. Maar het hondje is niet zo gelukkig bij Karin. En ook nog eens ziek. Mocht het echt niet lukken, weet je, dan mag ze terug. Dan krijgen ze ook het volledige adoptiebedrag terug. Maar ja, Antoinette van der Stelt betaalt de dierenartsrekening niet. Want dan kom je op het moment dat denk ik, adoptanten gaan denken, nou, we gaan die hond helemaal door de mangel laten halen en die rekening sturen we wel naar hun. Ja, hoe graag we dat ook zouden willen, dat kan niet. Welkom bij de Rijdende Rechter. We waren op zoek naar een hond. Ja, je kijkt eerst asiels af. Maar dan vonden we eigenlijk alleen maar honden uit het buitenland en dachten we van, nou, dat willen we niet. Toen ging ik op Marktplaats kijken en daar zagen we toch een hondje uit het buitenland, uit Roemenië. Nou kijk, dat is een plaatje. Dit is Eva. Eva komt uit Roemenië. Kijken. Dit is Eva met Pablo en Pablo is van mijn zoon. Ik val op fijnere hondjes. Maar mijn zoon vond dit geweldig. En ja, kinderen moet je ook iets tegemoet komen. Dus toen dacht ik van, nou, dan wordt dit het. Stop. Ja, dat. Eigenlijk is het begonnen omdat mijn ex-schoonzus vond dat ik op Facebook moest. En ik wilde nooit op Facebook. Dat was het. Koosje, Lexi. En toen zat ik daarop en toen kwam ik al die ellende tegen. En toen dacht ik, ja, ik moet hier toch wat aan doen. Zeg maar hallo, ik ben Koosje. Als een nieuw hondje binnenkomt, hè, het is toch een beetje Sinterklaas. Het is toch cadeautjes uitpakken. En als zo'n hond, als je die kunt begeleiden naar de rest van zijn leven, ja, ik vind het een cadeautje. Kom maar, Lexi. Lexi, niet naar de konijntjes. We gingen naar Antoinette en dan heb je de ontmoeting. En dan is het liefde op het eerste gezicht. Ja, het is een hartstikke lief hondje. Eva was een klein, vrolijk hondje uit een asiel in Roemenië. Dat is het enige wat we weten. En dat is vaak het spannende ook voor adoptanten. Hun voorgeschiedenis weten we niet, kom je ook nooit te weten. Het zag er allemaal goed uit. De voorwaarden die erbij horen en de adoptieovereenkomst. Op dat moment gaat Eva poepen in de tuin. En is er diarree? Ik weet het niet 100% zeker meer. Maar volgens mij heb ik ook gezegd, zou het niet beter zijn om dan nog even hier te laten. Dat ze zich volledig gezond is. Maar dat, ja, meestal zeggen mensen dan zoiets van, oh nee, dat komt bij ons ook wel goed. Je bent verliefd. En dan denk je, ja. Of je denkt eigenlijk niet. Je doet. Dat hondje, dat gaat mee. En dat doen we. Mocht het echt niet lukken, weet je, dan mag ze terug. Dan krijgen ze ook het volledige adoptiebedrag terug. Maar we vragen ook altijd wel, geef het alsjeblieft 2-3 weken de tijd. Want zo'n hondje moet zich ook weer thuis gaan voelen. Het ging gewoon niet. Nee. Ze werd lustelozer. En toen heb ik contact opgenomen met Antoinette. Omdat in de voorwaarden staat dat je contact op moet nemen met de gastvrouw of gastgezin. Om toestemming te vragen voor de dierenarts. Kijk, als het hondje ziek is, mag je naar een dierenarts. Dat vergoeden we ook. Zelfs als mensen het niet vragen, dan bieden we dat ook nog aan. Soms niet helemaal, maar dan toch een gedeelte in ieder geval. Dus toen ben ik met Eva naar de dierenarts gegaan. En was het helemaal duidelijk dat ze dus giardia had. Ze zat onder de vlooien. We moesten een consult betalen. Een giardia-test. Medicijnen, een ongedierte spray, voer. In totaal 271,95. Lexi gaat even een plasje doen. Ik heb toestemming gegeven voor het laten behandelen van de darmproblemen van de hond. Dus dan denk je aan een dierenartsbezoek waarbij eventueel antibiotica wordt ingezet of zo. En je gaat er dan vanuit dat je toestemming geeft voor een rekening van 60, 70 euro. Ik heb Antoinette laten weten dat ik het op zou sturen. Dat heb ik netjes gedaan. En vervolgens wordt er niet op gereageerd. Kijk, en als je diarree had, laat je hem daarvoor behandelen. Maar niet allerlei darmfoto's enzovoorts nog maken. Want dan kom je op het moment dat denk ik, adoptanten gaan denken, nou, we gaan die hond helemaal door de mangel laten halen. En die rekening sturen we wel naar hun. Ja,
hoe graag we dat ook zouden willen, dat kan niet. Zo, dit is de keuken. En hier is ze uit de bench gegaan. Aan de deur, lekker gaan eten. Hier hebben we alles al hersteld, was helemaal kapot. Ze heeft de bench gesloopt. Zo'n klein hondje, een stalen bench en nou, finaal kapot. Het hondje kon het niet, nee. Dus dan moet het hondje terug. Stop, dank. Ik kreeg €100 contant. En de rest zou ze me terugbetalen als Eva herplaatst was. En dat is ook niet gebeurd. Pak hem. En ze heeft zelf gezegd, rekening van de dierenarts mag naar mij. Je krijgt het adoptiegeld terug als Eva herplaatst is. Ik vind gewoon, iemand moet zijn afspraken nakomen. Ik heb me aan haar voorwaarden, heb ik me aan gehouden. Ik heb haar benaderd, ik heb haar op de hoogte gehouden. Ja, wat kan je meer doen? Naar de konijntjes, kom maar zien. Ze heeft mij een aangetekende brief gestuurd, die heb ik niet meer. Die zal er ooit wel geweest zijn, maar ja, je hebt gezien wat ik voor honden heb lopen. En Frummel wil nog wel eens een stukje papier en een paspoortje en zo van de tafel aftrekken. En daarin stond dan ook weer zo'n regel van jullie stichting of zogenaamde stichting. Ik denk, ja, doe even normaal, weet je, hou het gewoon leuk. We zijn een stichting, niet een zogenaamde stichting. En daar misschien dat ik daar op dat moment dacht van joh, weet je, je kunt me wat. Rijdende rechter. Ik eis dat Antoinette de adoptiekosten €140 terugbetaalt en de dierenartsrekening van €271,95. Rijdende rechter. Ik eis dat ik de dierenartsrekening niet hoef te betalen. Welkom in de studio beiden. Ja, u zei het ook, ik vond het heel vervelend dat ze begonnen over die zogenaamde stichting. Waarom vond u het vervelend? Nou, omdat we zo verschrikkelijk ons stinkende best doen om het dan voor elkaar te krijgen. En het is niet zomaar iets hoor, om een stichting op te trekken. Je moet aan heel veel voorwaarden voldoen. En ja, dan misschien een beetje de respectloosheid of zo, geen idee. Want u weet nog dat u het schreef ook? Van, ja. En waarom deed u dat? Ene moment is het, ja, ik moet nog een stichting worden, daar was ze mee bezig. Toen was het van, ik zal de penningmeester zeggen dat hij dat over moet maken. Toen was het, ze moest een vriendin bijstaan die op sterven lag en ze had er geen tijd voor gehad. Dus dan ga je, tuurlijk, ga dan wel eventjes alarmbelletjes rinkelen van, is het wel een stichting? Maar goed, maakt in principe ook niet uit, want u zegt, ik vind het gewoon heel vervelend dat er tegen mij gezegd wordt, stuur de rekening maar en ja, ik betaal. Dat heeft ze zelf toegezegd. Ja. U kunt dat nog herinneren dat u dat heeft ja, dat is ook iets wat we aan andere mensen vertellen. Alleen als het om Giardia gaat, om het inzetten van medicijnen. Ja, onze ervaring is dat wij bij onze dierenarts bijvoorbeeld 60, 70 euro kwijt zijn. Dus dat is ook hetgene wat je verwacht. Maar wat wilt u, denkt u dat er extra kosten dan op die rekening zijn? Nou ja, er staat natuurlijk ook voer op en een hond moet eten. Dus, mm-hmm. Dus ja, het voer hoef ik dan denk ik niet te betalen. Nee. U schrok in ieder geval van ja, de hoogte. Ja, van de hoogte. Kijk, voor ons is dat gewoon een gigantisch bedrag. Ja, voor mij net zo. Dat hebben we ook niet. Het is een hoog bedrag inderdaad, ja. Maar u heeft het niet betaald. Nee. En ook niet toen ik erom verzocht. Ja, maar u dacht niet van, goh, ik heb €240 betaald om hem te adopteren. En dan vervolgens declareer ik een rekening van €270. Ja, maar ho. Ik heb haar van tevoren gebeld. En als Antoinette dan had gezegd van, oké, maar ik vind het bedrag zo hoog. Had ik erover gepraat. Mm-hmm. Tuurlijk. Want er stond ook vlooien, middel op, omgevingsspray, eten. Allemaal dingen die eigenlijk niet echt over die darmklachten gingen. Het eten is voor de darmen. Ja, maar goed. Snapt u wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. De hond zat onder de vlooien. Ja. Dus daar moesten medicijnen voor. Voor de darmen moesten medicijnen. Voor de darmen moest voer. Ik heb gewoon, zoals ze zei, de rekening mag naar ons. Dat heb ik gedaan. Antoinette, wat had ze moeten doen? Want ze was bezorgd over Eva. Het ging kennelijk niet goed. Wat had ze moeten doen dan? In ieder geval naar de dierenarts. Toch wel. Dat is ook hetgene wat we zeggen. Ja. Maar goed, dan komt ze met een rekening van €271. Ja, wat gewoon gigantisch hoog is. Ja. Ja. Maar voor mij ook. Ja. Voor jou is het hoog, maar voor mij is het net zo goed hoog. Ja. En ik heb het ook zo betaald. Maar goed, uiteindelijk staan jullie toch hier. Ik ben ook nog heel benieuwd. Want ja, u was dan verliefd op Eva. Hoe was het dan voor u dat het niet lukte en dat u hem weer terug moest brengen? Ja? Vreselijk, ja. Het voelt net alsof je faalt.
Dat snap ik wel. Ja. Ze kon niet alleen zijn. Ja. Niet in de bench, niet in de keuken, niet alleen. Dat is wel heel lastig. Hè? Deze honden hebben altijd met meerdere honden geleefd. Of ze hebben op straat geleefd in Roemenië, of in de shelter gezeten. Nooit echt helemaal alleen. En dat is ook hun valkuil. Ze zijn niet gewend om volledig alleen te zijn. En nu weet je dat ook beter in te schatten. Er zijn gewoon honden waarvan ik denk van nou... Die kunnen gewoon niet alleen Dus die gaan met z'n tweeën. En al duurt het een jaar dat ze bij mij zijn, eerder gaan ze niet weg dan dat ze samen gaan. Mm. En de mooiste zijn natuurlijk de honden die gruwelijk getraumatiseerd binnenkomen en pas zelfs na 8-9 maanden weggaan. En als je daarna later de foto's en de filmpjes van krijgt, ja, dat zijn wel de... Daar doet u het allemaal de voor. De kers op de taart. Nou, goed. Dan gaan we naar het locatiebezoek. En daar doorloopt meester Reed het adoptieproces van mevrouw van der Stelt. En legt de dierenarts uit wat er allemaal komt kijken bij een algehele controle van een hond. Goedemiddag. Eva? Nee, dit is Koosje. Hi Koosje. Hey. Dag, John Reed. Antoinette. Hallo. Ja. Mevrouw Loppers. Martijn Loppers. Die raad. Hallo, John Reed. Karen. Hi. Waar gaan we naartoe? Daarachter. Oké. En Koosje is hier hoe lang? Koosje is nu 4 weken hier, samen met Lexi. Kunnen we even net doen alsof ik voor Koosje kon kijken? Ja hoor. Ja? Ja, dan beginnen we eigenlijk standaard met een wandelingetje. Dan lopen we een stukje samen en uiteindelijk geef ik het riempje over. En dan kijken we ook hoe Koosje daarop reageert. Weet je ook waar die vandaan komt? Of het maar, ja, ik weet het stadje dat... Iasi uit Roemenië, uit een shelter. En wat er voor die tijd, weten we niks. Het gros van de Roemeense shelters zijn eigenlijk dodingstations. Shelter is een beetje een... Ja, dat is eigenlijk een asiel, maar met dat verschil dat we hier in Nederland natuurlijk een no-kill beleid hebben. Hè? Nou, je kunt je voorstellen in Roemenië, als je het asiel hebt waar al 200 honden zitten en er worden er steeds maar weer bijgebracht en er gaat niks weg, dat ze uiteindelijk zullen moeten ruimen. En het is ook echt ruimen. Kom maar, Koosje. Wil je helemaal niet meer, manneke? Ja, dat is pas. Ja. Ja, dat dus. Dat dus, hè. Ja, mag ik al of niet? Ja, voor mij wel. Als die mee wil ook, mag dat. Hey, wil je dat, Koos? Praat aan jou, hè? Jouw feestje. Ja. Heel. Zit af, live. Kom maar, kom maar. Ah, schatje. Kom maar, Koosje. Kom maar, Koosje. Wat vindt u? Koos, je vindt het naar mijn idee iets te spannend. Ja. Wat is de volgende stap in het proces? En de volgende stap is dat... dat deden we eerst niet. Daar heeft mevrouw Rondjes gelijk in. Nu de mensen naar huis sturen zonder rondje. Ja. En zeggen, ga er eerst eens een nachtje heel goed over slapen. Ja, dus je wel kennis maken. Ja, en dan blijft het en dan niet meteen... Nee. En u heeft hem Eva meteen meegenomen? Ja. Ja. Dan gaan we terug naar de tuin. Mag een poosje op de tafel staan? Maar wel. Als ik nu bij u kom en ik zeg ik wil eventjes een algemene check-up. Een check-up hebben. Ja. Om te kijken wat ik nou precies gekocht heb. Aan welke kant begint u dan? Nou, het is sowieso heel verstandig om naar je eigen dierenarts te gaan. Zodat hij de hond ook kan leren kennen vanaf het begin. En dan ga ik eens even kennis maken met het hondje. Hi. Hi, poepie. Het is een beetje een angstig hondje. Dus die moet je wat voorzichtig benaderen. En dan vragen we hem even om te gaan staan. Kom maar, ga maar even staan. En dan kan ik hier naar de pols voelen. Die zit bij de hond in de achterpoten. Uiteraard nou, zit daar ook een pols. Dan was je toch al aan de goede kant bezig. Maar hier kan je hem goed voelen. Dan voel ik ook nog of de pols gelijk klopt met het hart. We voelen de buik. Of daar een spanning in zit. Een hondje met diarree. Ik luister ook naar de buik. Bij diarree hoor je vaak heel erg waterige geluiden. En we kijken... Goed naar de vacht. Of je vlooien ziet of vlooien poepjes. En hoe zou u erachter komen of hij Giardia heeft? Als ik hem verdenk van Giardia, hij heeft diarree. Mm-hmm. Hij komt uit een land waar de hygiënische omstandigheden vaak wat minder zijn dan hier.
Dan neem ik wat ontlasting af en daar kan ik een testje op doen. Dan heeft u dus, dat kunt u niet aan de hond, bedoel, dan moet u echt de ontlasting hebben. Dan moet ik ontlasting hebben, dan kan ik er even uithalen met een handschoen. Oh wel. Ja. Ja. Dus, ja, dus ik hoef niet te wachten tot hij... tot hij produceert, zoals wij dat bij justitie noemen. Nee, we kunnen dat gewoon rectoraal afnemen en daar kan je een sneltest... En hoe lang duurt dat voordat u dat doet? Er zijn sneltesten in de handel, dus dan weet je het met een minuut of 20. En had u het woord Giardia gehoord? Giardia. Lastig, hè? Ja. Toen u Eva meenam, was dat woord al gevallen? Nee. Tussen u beiden? Nee, ze heeft alleen gezegd pannenkuur. Pannenkuur, en dat is een medicijn? Ja. Dat is een 5- of 10-daagse ontworming. Die we bijna standaard inzetten als we diarrees zien. Maar toen ik haar ophaalde, zei je van, ze heeft net pannenkuur gehad. Ja, dat klopt. En als het dan 5 tot 10 dagen gegeven moet worden, dan had ik mee moeten krijgen. Dat heb je ook gehad, hoor. Nee, ik absoluut, zeker. Maar ik kan mijn zoon erbij halen, want die was mee. Ik heb geen medicijnen mee gehad. Geen? Nee, absoluut niet. Niks? Geen doosje? Geen? Nee. Nee, daar ga ik niet over liegen. En u zegt, nou... Ja, ik ga er ook niet over liegen. En als we pannenkuur beginnen, een 5- of 10-daagse kuur, gaat dat ook mee. Maar ik heb het echt niet meegekregen, mevrouw Van der Stelt. Ik hoor nog andere hondjes. Ja, dat klopt. Lexi hoor je, dat is zijn vriendinnetje. Die nu dus niet mee kon lopen, wat ze anders wel mag, omdat ze een probleempje met haar achterpoot heeft. Mag ik ze zien? Lexi? Ja. Doen jullie de deur even alsjeblieft dicht, zodat ze hem niet naar buiten kunnen? Ja, doen we. Maar het moet wel dicht, echt. Vruggel! Ja. De beroemde vruggel. Dit is? Dit is Lexi. Dit is Lexi. En als er dan toch een dierenarts is, ja, dan is even dierenarts. Naar de achterpootje. Maar dat klinkt, dat ziet er heel vrolijk en springerig uit. Ja, maar zij heeft iets aan het achterpootje. Maar dit is wel een vrolijk... Dit is een ontzettende vrolijke snuiter. Ja, maar die moet nog geplaatst worden. Ja, dat gaat voorlopig niet door. Dat is je staart, gek. Dan heb ik hier genoeg gezien. En dan zie ik u graag terug op de hoorzitting zo. Ja? Helemaal goed. U kreeg de hond dus meteen mee. Ja. Vond u dat niet verrassend? Nee, want dat was wel de opzet. Dat heb ik ook duidelijk laten merken dat dat de bedoeling was. Oké. Okay. Ja. U vond haar meteen geschikt? Ja, het klinkt heel raar, vreemd. Maar uiteindelijk kiest de hond. Aha. Als die zijn nieuwe baasjes vrij en vrolijk benadert, dan is het goed. Oké, okay, dus Eva heeft u uitgekozen? Misschien wel. Ja. U kreeg Eva weer terug. Had mevrouw goed voor Eva gezorgd? Ja. Ja. Dus dat was allemaal helemaal in orde. Ja, u vond het heel jammer dat het niet gelukt was. Ja, ja. Familie en vrienden kunnen het ook beamen dat het bij beide partijen niet ontbreekt aan de liefde voor de hond. Gaan we even een stukje wandelen. Karin is een hele liefdevolle vrouw die het beste voor heeft met andere mensen, het graag gezellig heeft. En... Nee. We hebben echt gedurende mijn kindertijd altijd dieren gehad. Konijntjes, we hebben een keer eerder is er een hondje geweest, we hebben een kaviaatje gehad, ratjes, eigenlijk alles wel. Antoinette, ja, dat is een heel vrolijk mensje. Eerlijk en heel oppassend voor de hondje dat er alles goed mee komt. Antoinette is gewoon een goed mens. Het hart op de juiste plaats, ja. Ze zal nooit zeggen van ik ga een dag weg, want dat kan niet. Want wie zorgt er dan voor de hondjes? Ze is een paar jaar geleden opgenomen geweest in het ziekenhuis omdat ze een hartinfarct heeft gehad. Ze maakte er eigenlijk drukker om de beesten als om de eigen. Ja, ik was erbij toen Eva werd opgehaald. In principe was ze een leuke hond. Alleen ze hadden gezegd dus dat hij alleen kon zijn. Dat kon hij echt gewoon niet. Er zat al iets in dat hondje wat niet zo lekker liep. Ik heb de ravage in mijn ouders huis gezien. De bench was gesloopt, de kozijnen waren aangevreten. Nou, dat hondje kon gewoon echt niet alleen zijn. Pablo, kom eens. Je krijgt zo'n beestje in huis en dat blijkt eigenlijk allemaal niet waar te zijn. Dan doet dat natuurlijk wel wat met je, want je moet wel afstand doen van een dier weer. Ze gaat altijd uit van het goede in een mens. En eigenlijk door zulke soort conflicten wordt dat een beetje... Zit dat in de weg? Kom op, los. Ik denk dat die mevrouw het onderschat heeft.
Ik denk dat die mevrouw niet voorbereid was op hondje met toch een klein of groot trauma. Dat vergeten mensen, dat, ja, dat het gewoon dieren zijn die getraumatiseerd zijn. Ik ben wel ontzettend benieuwd hoe het nu met Eva gaat. Hoe gaat het met haar? Heel goed. Heel goed. Nou, dat is voor u ook fijn om te horen. Top. Een duim gaat omhoog. Ja. Nou, heel goed. En tijdens de hoorzitting bekijkt meester Wiet wat er allemaal op de dierenartsrekening staat en beoordeelt of dat terecht is. Welkom in Almkerk. En aan de orde is de zaak van Guntjes tegen Van der Stelt. En het betreft Eva, een Roemeense zwerfhond die door u geadopteerd is geworden, mevrouw Guntjes. Klopt. En we zitten hier omdat u de adoptiekosten terug wilt en een hoge dierenartsrekening waarvan u zegt die moet mevrouw Van der Stelt betalen. Ja, ik zal eventjes, want dit waren de voorwaarden. Klopt. Het staat hier zo, eventuele medische kosten voor de hond die gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming, zijn voor rekening van de adoptant. Ja, ik heb aan haar voorwaarden voldaan. Contact opgenomen met haar voordat ik naar de dierenarts ging. En zij heeft toestemming gegeven en ze heeft me ook laten weten dat de rekening naar haar toe mag. En toen kreeg ik de rekening en toen schrok ik me helemaal de blubber. Ja, wat wij juristen de blubber noemen. Ja. Ja. Natuurlijk ga je naar de dierenarts. Hè. Dan neem ik aan dat je ook weet dat er een bepaalde beperking is in het bedrag. We hebben dat gewoon niet. We verdienen er niks aan. U bent bij mij geweest. Ik woon niet in een villa. U loopt er niet op binnen. En dan is zo'n bedrag voor ons in ieder geval verschrikkelijk veel geld. Dat moet ik uit mijn eigen zak betalen. Wat bedoelt u als u zegt de rekening mag naar ons? Wat bedoelt u dan wel? Nou, ik denk als echt puur en alleen was gebaseerd geweest op de diarree, dus de giardia, dan hadden we die gewoon betaald. Als mensen kosten hebben tot een bedrag van 100 euro, wordt dat gewoon betaald. Word ik ook niet blij van, maar we doen het wel. Maar niet voor 6 maanden vlooien pipetjes. Ik denk, nou ja, 1 maand zou dan in zo'n geval wel genoeg geweest zijn. Speciaal voer voor de darmen had ook met kiprijst opgelost kunnen worden. Kippenrijst? Nou ja, dicht verteerbaar kiprijst. Langzamerhand ga je brokjes wellen en ga dan naar een vaste brok toe. En dat doe je over een periode van een bepaalde tijd. Dan had je mij dat advies mee kunnen geven. Had je gezegd van, wil je eventjes aan het begin rekening houden met haar darmen? Ze is aan de diarree en dan kun je haar beter dit of dat geven. Ik heb van jou jouw voer meegekregen om te mengen met mijn eigen voer. Ja. Maar geen voedingsadvies? Absoluut niet. Niks. Ook niet een reactie als ik haar inlichtte over de hond. Of gewoon, of het maar heel sumier, heel weinig. Het is, nou ja. Ik vind het allemaal zo verbazend dat het nu zo anders wordt gebracht. En ja, dan kan ik het ook in mijn hoofd niet meer volgen, dan denk ik. In wat voor wereld ben ik terechtgekomen? Ja. Want dat is dan een wereld waarin? Ja, moet je elkaar zo voor de gek houden? En ze heeft op de adoptieovereenkomst gezet 100 euro contant. Perfect, heb ik contant meegekregen. Ja, heeft u ook meegekregen? Ja. En ze heeft erbij opgeschreven 140 euro krijg ik terug als de hond wordt herplaatst. En ze heeft haar handtekening eronder gezet. Ik heb haar ook netjes bedankt voor alles en ook voor de dierenartskosten in het begin heb ik ook gezegd, goh, netjes van je dat je dat zo oplost. Maar ze lost het niet op. Ze zegt het wel toe, maar ze lost het niet op. Ik moet zeggen, die 140 euro had ik terug moeten betalen. Dat heb ik ook, dat ga ik ook gewoon doen. Oh. Dat is standaard. Dat is goed nieuws. Maar die dierenartsrekening vind ik, nee, ik vind eigenlijk dat je, dat er een, dat we vergoeden ook rekeningen, hoor. Ik kan je regio betalingen laten zien. Alleen denk ik dat je ook een beetje van een adoptant mag verwachten dat je bedenkt van, joh, dit is misschien wel heel erg veel. Mevrouw Lokhorst, ja. Heeft u de bewuste dierenartsfactuur voor u of bij u? Ja, die heb ik voor me. Maar dat begint met een consult. Nou, uiteraard, want mevrouw Guntjes is op bezoek geweest. Daar staat vervolgens op een giardia-test. Er staat een ontwormingsmiddel op en ontvlooimiddelen. Die zijn inderdaad voor 6 maanden meegegeven. Als je vlooien hebt, dan moet je ook iets tegen lintwormen doen. Vandaar dat het ontwormingsmiddel is meegegeven. Dan is er een omgevingsspray meegegeven. Blijkbaar was de infectie dusdanig ernstig
dat de dierenarts verwachtte dat het huis besmet was geraakt met vlooien. Dan staat er antibiotica op. Dat is dus omdat de panacuur blijkbaar niet of onvoldoende zijn werk heeft gedaan en die Giardia-test positief was. En dan is er tot slot nog een soort probiotica meegegeven. En dat is zeg maar een hulpmiddeltje om de darmflora weer de goede kant op te krijgen. Vindt u dat normaal? Het is een complete behandeling. Maar ik vind hier helemaal niets geks aan. Het klinkt mij heel logisch in de oren, deze rekening. En je kan zeggen, het is veel geld, maar het is niet duur. Nou ja, weet je, als ik ermee gegaan zou zijn, bij wijze van spreken, dan had je dus dat heel veel ook er niet op gezien. Je zegt, bij mijn dierenarts was het een stuk goedkoper geweest. Ja, absoluut. Dus dan had ik dus naar jou toe moeten rijden. Uit had ik met de hond naar jou toe moeten rijden, wat voor mij anderhalf uur rijden is. Ik weet je, dat dieetvoer, prima, maar je hond moet eten. En dieetvoer zal duurder zijn dan een normale brok, maar je hond heeft in die 4 weken ook gewoon moeten eten, toch? Ja, tuurlijk. Ik zie een hand. De mevrouw heeft dus voor een half jaar vlooienpipetten meegekregen. Het zijn koudtabletten volgens mij. Ja, of koudtabletten. Ja. Maar normaal gesproken geef je er 1 voor een maand. De rest moet de nieuwe eigenaar toch gewoon zelf betalen? Die hoeft toch de stichting dan niet te betalen? Dus u zegt, mevrouw Guntjes vraagt te veel. Ja, 1 zal Antoinette moeten betalen, maar geen 6. Ik heb ook gezegd, de rest van de tabletten heb ik aan haar meegegeven. Plus nog meer. Ook eigen spullen die ik had aangeschaft, heb ik gewoon meegegeven. Daar ging nog een hand omhoog. Nou, er wordt gezegd van dat het wel een hele hoge dierenartsrekening was. Maar er is van tevoren niet gezegd van, goh hè, tot aan 100 euro gaan wij betalen, maar daarna kan dat niet meer. Dus er is ook nooit duidelijkheid geweest over... Nee, dat is ook mijn fout. Dat geef ik gerust toe. Alleen denk ik, je mag ook, als je een hondje adopteert voor 240 euro... je weet dat het hondje is niet hier naartoe komen lopen. Er zijn entingen gegeven, ze is gesteriliseerd. Dat ook daar kosten aan verbonden zijn. Of tenminste, het was voor mij vanzelfsprekend dat je daar ook even over nadenkt. Dank u wel. Dan heb ik hier genoeg gehoord. Ik ga erover nadenken en ik zie u graag terug bij de uitspraak. Heeft u nou ook een conflict over uw huisdier of een heel ander probleem? Bel of mail ons dan lossen wij het juridisch voor u op. Moet mevrouw van der Stelt alsnog de dierenartsrekening betalen? U hoort het nu van meester Reed. Uitspraak in de zaak van Guntjes tegen Van der Stelt. Wie van u is de gebeten hond? U kreeg een onverwacht hoge dierenartsrekening en u een hond met verlatingsangst. U heeft schriftelijk en mondeling toegezegd dat u het restant van de adoptiekosten, A140 euro, aan Guntjes terug zou betalen. En ook tijdens de hoorzitting heeft u verklaard dat u dit bedrag nog aan haar verschuldigd bent en u moet die 140 dan ook betalen. U geeft toestemming aan mevrouw Guntjes om met de hond naar de dierenarts te gaan en u zegt daarbij dat u de rekening zult betalen. U dacht dat het bij de dierenarts zou gaan om een extra giardiakuur en had een rekening verwacht van maximaal 100 euro. Toen u mevrouw Guntjes toestemming gaf om naar de dierenarts te gaan, heeft u echter geen voorbehoud gemaakt. Bijvoorbeeld door een maximumbedrag te noemen. U heeft alleen gezegd dat u zou betalen. Mijn deskundige verklaart voorts dat de posten op de rekening van de dierenarts logisch en redelijk zijn. Een kuur tegen vlooien voor een half jaar lang lijkt misschien veel, maar u heeft dit vlooienmiddel van mevrouw Guntjes erbij ontvangen toen u de hond terugnam. En daarom houd ik u aan uw toezegging. U zult de volledige rekening van de dierenarts moeten betalen. Dit is mijn uitspraak en daarmee is de zaak gesloten. U had het duidelijker moeten afspreken met mevrouw. Heeft u het bedrag? Nee, natuurlijk niet. Ja. Misschien een betalingsregeling afspreken? Ja. En u mag nog even reageren tot slot. Blij. U bent opgelucht. Blij. Ja. En opgelucht. Ja. Daar sluiten we mee af. Dit was De Rijnrechter. Bedankt voor het kijken. Dag.